Yeah.
verstandig. En u bent de jurylid, hè, van de kermis. En ik ben hier vier kermisbouwer. En waar kijk je nou naar? Nou, alles mooi, leuk, aardig, vlot en hard en snel gaat. En mooi u? Is de klantvriendelijkheid. En u? De netheid van de attractie of ze leuk met de klanten omgaan. En wie maakt de kans? Dat mag ik zeker niet vragen. Nee, dat is nog geheim. Dat moet nog heel even geheim blijven. En hebt u, hoe lang doet u dit al? We doen 24 jaar. 24 jaar? Ja. Jongen, jongen. Ja. Dat ben je wel gewend. Ik ben van het begin af aan, heb ik er wel meegedaan en probeer de 25 jaar vol te maken. Nou, ik hoop dat je de juiste persoon kiest. Ja, hopen we zelf ook. Die zal er wel blij mee zijn. Ik was, niet echt wel. En u ook natuurlijk. Sorry? En u ook, hè, dat je de juiste persoon kiest. Ja, ja, nou, we hebben al een beslissing gemaakt, dus dat is spannend. Ik wil naar voren. Ja, ja, iets naar voren. Een verschillende locatie. Maar toch hebben ze een drie taal uitgekozen die er dit jaar uit zijn sporen. Dat waren de twee nieuwe zaken, de reactor en de firewall. Ook mijn kinderen hebben ze vrijwel allebei ondergaan, maar die waren best heftig. Maar er is eigenlijk alsnog een nominatie en daar is de prijs voor gevallen. En dat is de snackkamer van Vera Schuil. Nou. En vanuit het juryrapport heb ik begrepen dat jullie al met heel veel jaar hier op de kermis staan. Dat jullie daarmee echt een vaste lactkring hebben ontwikkeld. En dat je samen met Melissa en de klanten heel erg plezier helpt. Een goed verzorgde kraam, heerlijke veert, supersnelle service en goed contact met de klanten. Nou, dat is een mooi rapport. Hartstikke goed. En dan moet je ook onder mij. Maar op zondagmiddag in Dongen betekent ook altijd een officieel moment en dat is de uitreiking van de Piet Reelder Prijs. De Piet Reelder Trofee en Petra Succes als wethouder van Dongen aangeeft. Dat is een bijzondere prijs. Piet Reelder is een icoon in onze kermiswereld en het is heel mooi dat die naam in ere wordt gehouden. Ieder jaar met het uitreiken van zo'n enorme beker en dan prachtige onder. Van mij uit Herman wil ik nou ook je handel vol. Een fris wijn overhandigen. Het voordeel is deze lokale temperatuur. Dus hij kan op. En natuurlijk wil ik van deze gelegenheid gebruiken. Hij kan ook tussenheers. Als hij nog even naar voren wil komen. Voorzichtig. Gefeliciteerd met jouw 25 jaar jubileum. 25 jaar koffiedisverzorging hier in Dongen. Hier mag ik piepen. Nogmaals felicitaties hier. Heerlijk van het rijtje. Dames en heren. Applaus nogmaals voor de Jans en geniet heerlijk van een aantal dagen toegeschreven. Dank u wel. Ten eerste, proficiat. Dank u wel. Had je het verwacht? Nee, helemaal niet. Het is wel een verrassing natuurlijk. Ja, ja, dat was. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt. En ik hoop dat je nog jaren op deze kermis in Dongen ziet. Ja, ik hoop het nog. We hebben 40 volmaken hierboven. We zijn al 40 jaar. Bedankt namens de Dongense mensen, proficiat. Dank u wel. Dank u wel. Thank you.